We weten allemaal dat het belangrijk is om te spreiden in je aandelenportefeuille, maar het is ook belangrijk om je vermogen te spreiden over verschillende beleggingscategorieën. En dat is wanneer we spreken over asset allocatie. En in deze video wil ik gaan kijken naar wat asset allocatie precies is, hoe je het kunt toepassen, waarom je het juist zou moeten toepassen, juist omdat je op deze manier een goede balans krijgt tussen rendement aan de ene kant en risico aan de andere kant. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl, een kanaal waar we werken aan een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. Meer vermogen kun je opbouwen in principe door meer risico te nemen, maar vermogen behouden, dan is het juist belangrijk om dit risico weer te beperken. En dan spreken we dus over asset allocatie. Dus geef deze video zeker even een duimpje omhoog als je het interessant vindt en laat je feedback achter onder deze video. En bij asset allocatie gaat het dus eigenlijk over risicospreiding. En dan bedoel ik niet alleen, zoals we eerder al zeiden, dat je gaat spreiden binnen je aandelenportefeuille, dat je bijvoorbeeld aandelen van verschillende continenten kiest, van verschillende sectoren, maar zeker ook het hele vermogen dat je hebt, dat je dat gaat verdelen, dat je dat gaat spreiden over verschillende beleggingscategorieën. Bij deze categorieën kun je bijvoorbeeld denken aan aandelen. Aandelen staan vaak bekend als wat hoger risico, maar ook de mogelijkheid tot hoger rendement. Cryptocurrencies, ik denk nog een hoger risico, maar ook zeker nog een hoger rendement mogelijk. Obligaties bijvoorbeeld, dat is dan vaak weer een laag risico, een wat lager rendement, maar wel vaak de zekerheid, omdat bij obligaties de rente die je ontvangt in principe vaststaat. Je kunt ook denken aan ETF's of trackers. Ook dat zijn nog steeds hoog risico, hoog rendement, omdat je het kunt vergelijken met aandelen. Je kunt ook denken aan vastgoed. Ik weet niet precies hoe ik dat in moet schatten. Ik denk een beetje gemiddeld risico, gemiddeld rendement. En denk ook zeker bijvoorbeeld aan contant geld. Dan heb je niet echt risico, maar je hebt wel rendement, maar dat is negatief rendement. En zo zijn er nog wel meer categorieën die ik dan nu niet ga bespreken. Maar denk bijvoorbeeld aan beleggingsfondsen, bijvoorbeeld actief beheerde beleggingsfondsen of bijvoorbeeld grondstoffen. En asset allocatie gaat dus over de spreiding van je vermogen over deze verschillende beleggingscategorieën. En waarop die spreiding gebaseerd is, dat kan zijn op verschillende zaken. Denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheid vermogen die je hebt. Als je meer vermogen hebt, is het waarschijnlijk belangrijker en ook makkelijker om vermogen te gaan spreiden. Dus als je 1000 euro aan vermogen hebt, is het vaak al niet eens mogelijk om bijvoorbeeld obligaties te kopen. Of heeft het ook geen zin om op die manier te gaan spreiden. Maar denk bijvoorbeeld ook zeker aan je risicobereidheid. Ben je iemand die juist risico opzoekt? Of ben je juist iemand die risico vermijdt? Afhankelijk van hoe jij zelf dus bent, kun je ervoor kiezen om juist meer of minder in aandelen te steken bijvoorbeeld. Maar denk ook zeker aan je leeftijd. Naarmate je dichter bij je pensioen komt, is de vermogensgroei niet meer het belangrijkste. Maar wordt juist het vermogensbehoud steeds belangrijker. Je wilt natuurlijk zorgen dat het geld dat je hebt opgebouwd, dat er dat ook nog is als je met pensioen gaat. Want dat is het geld waar je van moet gaan leven. Dus zeker leeftijd is denk ik een heel belangrijk onderdeel of een heel belangrijke trigger om goed te kijken naar asset allocatie. En vaak zie je dan, als je producten ziet, beleggingsproducten of over asset allocatie praat, dan worden er verschillende termen gebruikt, zoals bijvoorbeeld defensief, neutraal of zeer offensief. En deze termen geven eigenlijk een beetje de verhouding aan van verschillende beleggingscategorieën. Denk bijvoorbeeld bij defensief, dit zou kunnen zijn 50% obligaties, 30% aandelen, 10% vastgoed en 10% cash. Bij neutraal is het bijvoorbeeld 50-50 tussen aandelen en obligaties. Terwijl bij zeer offensief je wat meer risico wilt nemen en je bijvoorbeeld kunt denken aan 90% aandelen en 10% cash. En asset allocatie is dus belangrijk als je ervoor wilt kiezen om juist het vermogen ook te behouden. Je gaat eigenlijk op die manier namelijk een balans aanbrengen tussen het risico dat je loopt of denkt te gaan lopen of bereid bent om te lopen en het rendement dat je daarbij kunt verwachten. Zoals gezegd, ik denk dat leeftijd misschien wel zelfs de belangrijkste factor is om juist te gaan kijken naar asset allocatie. Want naarmate je dichter bij je pensioen komt, wil je meer zekerheid van dat vermogen dat je hebt opgebouwd. Omdat dat juist dat vermogen ervoor zorgt. Dat geld heb je nodig om van te leven. Nu zijn er geen regels van wat het beste is bij iedereen. Iedere persoon, zoals gezegd, gaat anders daarmee om. Is bereid om andere risico's te nemen. Maar er zijn wel ezelsbruggetjes. In het geval van leeftijd kun je bijvoorbeeld denken aan 110 min je leeftijd is het percentage dat je in aandelen zou hebben kunnen zitten. Als je dat gaat toepassen, zou je bijvoorbeeld als je 30 jaar oud bent
110 min 30, oftewel 80% in aandelen kunnen hebben zitten van je vermogen. Terwijl als je 65 bent, dit is gedaald naar 45% van je vermogen. En op deze manier is dus het gedeelte van je vermogen dat in hoog risico, bijvoorbeeld aandelen zit, automatisch ieder jaar kleiner naarmate je ouder wordt en dus dichter bij je pensioen komt. Maar een andere belangrijke factor om juist goed te kijken naar asset allocatie, of misschien juist wel te beginnen daarmee, is het vermogen, de hoeveelheid vermogen die je hebt. Want naarmate je vermogen groter wordt, wordt het belang, denk ik, van asset allocatie ook groter. En wordt het, zoals gezegd, ook makkelijker. Als je eenmaal veel vermogen hebt, is het makkelijker om bijvoorbeeld een gedeelte in vastgoed te steken. Omdat bij vastgoed je vaak een wat hogere drempel hebt. En bij obligaties is het, denk ik, zo dat het pas interessant wordt bij een groter bedrag. Ja, misschien wel meer dan 100.000 euro. Zeker nu op dit moment, staatsobligaties hebben een negatief rendement. Dus het kost je in principe geld als je het geld daarin stopt. Je hebt wel die zekerheid, maar tot 100.000 euro heb je ook de zekerheid als je het geld op de bank zet. Maar je kunt asset allocatie ook gebruiken om juist te profiteren van kansen op de korte termijn. Dan hebben we het over tactische asset allocatie. Oftewel, op de korte termijn ga je eigenlijk afwijken van de ideale asset allocatie die je voor jezelf op de lange termijn hebt uitgestippeld. Juist omdat je misschien kansen of bedreigingen ziet. Het zou zo kunnen zijn dat aandelen het op dit moment heel erg goed doen. Dat je daarom meer van je vermogen in aandelen wil steken. Omdat je bereid bent dat risico te nemen omdat er meer rendement te maken valt. Kan ook bijvoorbeeld zo zijn dat je juist een gedeelte van je geld cash set, omdat je verwacht dat er een crisis of een crash komt bij aandelen of op de huizenmarkt. En net zoals bij een aandelenportefeuille wil je ook bij asset allocatie over je hele vermogen af en toe even herbalanceren. Je kijkt daarna hoe sta ik er op dit moment voor en wijkt dat af van de ideale situatie die ik van tevoren bedacht had. En wat moet ik dan doen om te herbalanceren, om hier juist in die gewenste situatie terecht te komen. Dit kan natuurlijk zo zijn omdat verschillende beleggingscategorieën harder of minder hard groeien dan de rest, waardoor het eigenlijk, ja, verschillende of gescheven verhoudingen komen in jouw gewenste situatie. In mijn eigen situatie had ik dat bijvoorbeeld een tijdje geleden ook. Mijn beleggingen, mijn aandelenportefeuille was flink meer waard geworden. Volgens mij een maand geleden was het in één keer 275.000 euro waard. Juist door de harde stijging van Tesla. 275.000 euro op een totaalvermogen van ongeveer 500.000 euro was dus behoorlijk toegenomen. Ik heb toen een gedeelte van mijn Tesla aandelen verkocht. Ongeveer 65.000 euro eruit gehaald. Heb ik nu nog op de bank staan. Ik wil wel nieuwe aandelen kiezen. Maar ik ben nog even op zoek naar de juiste aandelen. Maar ik wil ook zeker een gedeelte daarvan achter de hand houden. Van mocht er een crash of een correctie komen, dat ik dat geld juist kan gebruiken om, ja, goedkoper in te stappen. Ik zou natuurlijk ook voor kunnen kiezen om breder te gaan, een nieuwe categorie erbij te pakken en bijvoorbeeld vastgoed te doen, een huis of een appartement te kopen met dat geld. Maar ik denk dat juist die markt op dit moment ook overgewaardeerd is en dat het niet het juiste moment is om daar in ieder geval nu mee te beginnen. Dus asset allocatie klinkt misschien heel moeilijk of heel saai, maar het is eigenlijk relatief makkelijk en ook denk ik heel belangrijk. Naarmate je dus meer vermogen hebt of naarmate je ouder wordt, wordt het belang van asset allocatie ook groter, omdat het denk ik het belangrijkste punt van asset allocatie ook vermogensbehoud is. En heel belangrijk denk ik om te beseffen dat cash, contant geld ook gewoon een positie is. Je hoeft niet alles te investeren in aandelen, in vastgoed of andere dingen. Ik denk dat het juist heel verstandig is om een gedeelte niet te investeren. Dat je altijd geld achter de hand hebt voor een buffer. Dat je ook altijd geld achter de hand hebt om juist te kunnen profiteren van verschillende kansen die zich voordoen. Maar ja, dat is mijn mening. Ik ben ook zeker benieuwd naar jouw mening en naar jouw feedback. Dus laat die vooral achter in de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video, wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar ben je niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen. Nogmaals, bedankt voor het kijken en tot de volgende video.